Daar zijn we weer met Goeie Frek, je wekelijkse en weekendse portie vraag en antwoord als het maar over games gaat. Jij stelt de vraag en dan gaat de hele redactie van Gamersnet die beantwoorden. Thanks voor alle antwoorden op vorige vraag van vorige week en thanks voor alle nieuwe vragen voor deze week. Eentje die ons heel erg veel opviel was de eentje van Mr. Nexy, ik hoop dat ik het goed uitspreek zo, op YouTube. Hij vroeg zich namelijk af, wat is jullie favoriete merchandise? Nou hebben we dat iets breder genomen, dus het mag merchandise zijn die je wel of niet hebt, maar het mogen ook goodies zijn die we bijvoorbeeld een keer hebben ontvangen. Dus without further ado, wat is het leukste stukje merchandise / goodie die we hebben of willen hebben van Game? Mensen die mij al wat langer dan vandaag kennen weten dat ik best wel een groot fan ben van The Lion King. Simpelweg omdat het de vetste Disney film ooit is. Fuck Toy Story. En ik verzamel best wel wat jaren merchandise van The Lion King. En 2 jaar geleden kwam Peter naar mij toe. Want Peter had een zus en ik had weer een broer. En die kende weer iemand. En die had ooit in een bedrijf gewerkt dat bij die hele grote bushalte Abris, weet je nog, die je vroeger overal zag, die daar posters op hing voor films. En die had dus in 1994 daar een poster opgehangen van The Lion King. En op de een of andere manier had hij die nooit weggegooid. Dus ergens op zijn zolder lag die poster nog. En die heb ik toen voor mijn verjaardag gekregen. Dus dat is echt nog een poster van die inmiddels letterlijk ouder is dan ik. De kantjes zijn ook helemaal verfromfraaid en vernield, wat het extra authentiek maakt. En dat is die poster die nu al 2 jaar boven mijn bureau hangt. Dus ja, dat is zonder twijfel wel het vetste merchandise stuk dat ik in mijn kamer heb staan. Ja, dit is een vraag die we eigenlijk al wel soort van eerder hebben gehad van wat is je vetste special edition? Maar ja, oké, vetste merch of vetste goodies? Ik heb er een paar. Sowieso de eerste, ik heb er ook een paar hier bij me. Deze staat op kantoor hier. De houten doos van Dark Souls 3, omdat ik vorig jaar heb ik meegedaan met een bootcamp voor Dark Souls 3 en ik heb die vette kist gewonnen. Er waren echt maar een paar van over de hele wereld. Dat vind ik echt ontzettend vette. Verder deze LP die hier ook op kantoor ligt van GTA 5, van volgens mij is dit van The Lab. Super vette LP sowieso. Maar misschien wel de vetste die ik helaas niet heb, omdat ik destijds niet zoveel money zat om te besteden. En omdat ik hem best wel duur vond, namelijk €150 voor de special edition van For Honor. Namelijk een plateau met de 3 helmen van de 3 facties. Van de vikingen, van de ridders en van de samurai. Die zijn ik best wel groot en ik had het heel graag willen hebben, maar ik heb daar helaas geen geld voor. En ja, verder heb ik de afgelopen jaren sowieso geen special editions gekocht, omdat ik het vaak te duur vind. En ik heb die van de Assassin's Creed bijna allemaal verkocht. Omdat op een gegeven moment word je toch een beetje zat en zo. En dan doe je het maar weg. En soms denk je, oké, dat pareltje wil ik. Zoals de helm van Killzone 2 of 3. Een helm van de Hellgast. Ja, ik heb ook niet zo'n grote kamer. Dus ik heb weinig plek om dat soort vette shit neer te zetten. Maar ja, er is genoeg vette merch. En eigenlijk kun je daar ook wel t-shirts bij bedenken. En ik draag ook best wel wat game t-shirts hier en daar. Dus dat vind ik ook dat wel een leuke merch. Maar ik denk de ultieme die ik eigenlijk ooit nog wel wil hebben is van For Honor. Ik hoop dat ik die ooit nog in handen kan krijgen. Dat is het eigenlijk. Ja, toffe vraag, Mr. Nexy. Ik heb best wel een toffe naam nu ik erover nadenk. Ik dwaalde meteen af terug naar Gamescom van 2 jaar geleden. Dus ik denk Gamescom 2014 of 2015, ik ben even de tel kwijt. Ze hadden daar een hele kleine goodie die ze aan ons meegaven, aan selectieve leden van de pers. Wow. En het was namelijk omdat destijds kwam de Xbox Elite Controller kwam eraan, maar ook Gears of War Ultimate Edition. En ze hadden dus de twee, zeg maar, een soort goodies in één geslagen, de 2 vliegen in 1 klap, door een D-pad te geven die op de Xbox Elite Controller past, maar zeg maar het wapenschema van Gears of War bevat. Dus weet je wel, dan heb je boven heb je pistool, onder je granaat, en dan links en rechts heb je je shotgun en je Lancer machinegeweer natuurlijk. En dat vond ik destijds eigenlijk zo ingenieus bedacht, want het is een van de weinige goodies die ik heb ontvangen waar je daadwerkelijk iets aan hebt, weet je. Het is én uniek en je kunt hem daadwerkelijk inzetten. En dat zie je niet zo heel vaak, weet je. Soms heb je zoiets van, oh, het is een plastic bieropener. Of, oh, hier heb je een t-shirt met heel groot het logo erop, want dat is super sexy. Even spoiler alert, dat is echt niet sexy. Meestal zijn shirts met alleen maar een logo erop, zo zwart en dan het logo. Van, wat? Hou op, het is niet eens een sexy logo. Dus
Soms kan het wel, maar soms ook niet. Maar anyway, dat zijn een beetje. Dat zijn vaak van die goodies dat ik denk van, ah, oké, dat geef ik graag door aan mijn community, want zelf ben ik er niet zo heel wild van. Maar in tegenstelling tot natuurlijk die D-pad. Want die D-pad, die, ik heb het er al vaker over gehad, die gooi ik dan ook echt alleen op de Xbox Elite controller als ik Gears of War ga spelen. En anders wil ik hem niet, zeg maar, beschadigen, want dat is zonde. Maar nee, ja, dat is een van die kleine stukjes, niet echt merch, maar meer een goodie, waar ik daadwerkelijk zoiets van had van, hey, ingenieus bedacht en ik wil het daadwerkelijk gebruiken. Dus dat vind ik nog steeds een van de mooiste dingetjes die ik heb ontvangen in dit mooie vak der gamejournalist. Verder zijn er ook wel andere leuke stukken merch, maar daar moet je dan vaak honderden euro's voor neerleggen. Ik noem alles wat Peter ooit van Mass Effect koopt. Weet je wel, dat is tof als je er helemaal wild van bent, maar daar ben ik dan weer niet wild van. Dus ja. Maar goed, binnenkort vliegt het geld allemaal binnen bij Gamersnet. Dus als je nog leuke merch hebt die je zegt van Tom, die moet je kopen voor je setup, dan kom maar door, laat het maar weten. Maar voor nu ben ik gewoon blij met die D-pad. En niemand krijgt hem. Godverdamme, nee. Dat is van mij. Hey, super goeie frag. Nou zou ik natuurlijk een verhaal kunnen herhalen van een aantal afleveringen geleden, of heel wat afleveringen geleden, over mijn favoriete Special Edition ooit. Woehoe, dat is namelijk deze Halo helm. De eerste echte vette Special Edition die uitkwam voor mensen met hele rare hoofden, zie je? Maar goed, heeft de Master Chief, heeft zo'n hoofd. Maar maakt het niet uit. Maar ik wil... Hier, pak even. Dat is leuk, jawel, ja. Kun je. Maar onveel stuk af. Maakt verder niet uit. Maar ik ga voor echt mijn favoriete merchandise, zeg maar, onderdeel. Dus wat ik het vet vind, ga ik het toch hebben over mijn t-shirt gebruikt. Mensen die video-items van ons kijken, die zien dat ik vaak t-shirts aan heb van bekende games of bekende comics of bekende films. En mensen die met mij in LA zijn geweest, die weten dat een beetje een fetish van me is. Dat ik dan weer weet van... Ik weet bijvoorbeeld, vorig jaar kwam er een Punisher shirt. De Punisher was net in Daredevil. En dan was dat Punisher shirt was net uit. Toen moest ik echt in LA direct die shit gaan scoren. En hoewel ik inmiddels toch al wel 28 ben, en je zou zeggen, ga ze nette kleren dragen, voel ik me toch eigenlijk het fijnst in vette t-shirts van vette games en goodies. En ja, daar hebben we inmiddels op heel veel video's bewijs van. Zodoende, dat zijn alle stukjes merch die we willen scoren of die we al hebben gescoord en die we heel erg veel lief hebben. Heb je nou zelf ook een stuk merch of een goodie of wat dan ook van een game waarvan je denkt van dit wil ik hebben of dit is het meest awesome ooit dat ik dit heb? Laat het ons dan weten in de comments. En natuurlijk, ja, zoals altijd, we zijn op zoek naar nieuwe goede vragen om volgende week in goede frag te kunnen beantwoorden. Dus heb je een toffe persoonlijke vraag over games, een lekkere open vraag waarmee we alle kanten op kunnen gaan, anekdotisch voorbeeld kunnen geven, hè? Laat het ons dan weten, ook in de comments. Het mag allemaal en hopen we je graag ook weer terug te zien op gamersnet.nl een andere keer van de week. Of gewoon bij de volgende goede frag over de komende week. Anyway, ik was Tom van gamersnet.nl. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Laat het ons weten als dat het geval is. En doei, tot snel. Ik kan er niks beters van maken dan dat. Tot ziens.